Yo guys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het thema irritaties. En ik heb al eerder een video gedaan over irritaties. Maar ik heb weer een nieuwe video over irritaties. Want het is gewoon irritatieweek. Nou, gezellig dat je kijkt. Weet je niet wat Space is? Mijn naam is Danny en ik werk samen met Thomas, Levi en Mats. En samen zijn wij Space. En join onze Space. Dus abonneer even, geef alvast een like en geef die reacties. Want het is gewoon keigezellig. Oké, ik ga even door over vandaag. Want mijn irritaties waar ik het vandaag over wil hebben. Ja, ik kan het niet twee keer over meisjes doen. Hoe irritant ik ze ook vind. Nee, grapje, dat is een grapje. Is echt een grapje. Maar er zijn nog meer irritante dingen in het leven. En dat zijn niet alleen meisjes. Het zijn niet alleen dat als ik naar de trein loop of de bus rijdt te vroeg weg. Er zijn meer irritaties. Mijn grootste irritaties. Ik kijk tegenwoordig niet meer zo heel veel tv. Maar toen ik tv kijk. Toen waren mijn irritaties reclames. Want ja, buiten dat reclames überhaupt al irritant kunnen zijn. Dus je hebt ook echt topreclames hoor, daar niet van. Buiten dat reclames irritant zijn als je een film aan het kijken bent of zo. Ik heb hier een paar meegenomen die echt gewoon fucking irritant zijn. Dus laten we maar naar de eerste gaan kijken. Ik heb hier mijn laptop. Nou, laptop. Oh ja. Eerlijk, al dat ik dat hoor van niet omdat het moet, maar omdat het kan. Oh my god, dan weet je al precies wat voor reclame het is. Ik hoef het dan niet meer te weten, ik hoef het dan niet meer te horen. Ik vind het nu al irritant. Maar goed, we gaan door. Ik vind dat funny. Oh, dit. Dit vind ik fucking irritant. Gewoon echt fucking irritant. Gewoon, dit hoeft gewoon niet voor mij, dit. Waarom zo'n lelijk fucked up... Wanneer? Ja, nou ja, dit dus. Dit is dus de eerste reclame. Nou ja, ik hoorde het liedje al, ik hoorde het begin al. Ik dacht, oh ja, daar gaan we weer. Ik vind het gewoon al niet chill om dit nu gewoon bewust te kijken. Weet je, meestal vermijd ik dit soort dingen en nu ga ik er gewoon bewust naar kijken. Dit is echt heel erg, hoe kan ik dat netjes verwoorden? Heel erg hinderlijk. Ik vind het echt niet chill. We gaan naar de volgende reclame, want ik vind het nu al niet leuk. Let's go. Vriend. Oh my god. Weet je, oh, dit is zo. Als je deze reclame kent, als je deze één of twee keer hebt gehoord, de eerste keer is al vervelend. Dus laat dit de laatste keer, hoop ik, voor jullie zijn. Zoals je merkte, ik ken de tekst. Maar weet je wat in het begin al gewoon irritant is? Gewoon dat het al. Dat ze zingen wel en zo. En ze rijmen wel. Maar het is gewoon. Het is het allemaal zo net niet. En dan denk ik van. Ook net als met die vorige reclame. Ze doen echt het uiterste van het uiterste van het uiterste. Weet je wel, aan die reclame. Ze doen echt fucking rare dingen. Weet je wel, fucking gekke effecten. Gewoon echt shit die gewoon niet realistisch is. Omdat ze gewoon echt puur willen opvallen. Ja, aan de ene kant, ik denk wel dat het goede, ja, op een bepaalde manier mensen prikkelt. Maar het is gewoon, na één keer denk je, oké, ja, die mensen hebben wel fantasie. En na twee keer denk je van, oké, nou ben je best wel fucking irritant. Ik denk niet dat ik hierdoor tuk ga kopen of eten, nee. Want eerst hadden ze reclame van iets met dat je moet tukken of, ja, weet je, ik wil het gewoon niet, laat maar. Volgende reclame. Nee. Ik weet al welke reclame dit is. Dit is zo'n... Oh. Dit is ook zo fucking vervelend als reclames uit Amerika komen. En ze zijn gedubbed in het Nederlands. Dat ze dan zo heel slecht zo'n voice-over hebben. Dat is gewoon... Oh. Ik kan dat echt niet handelen. Net als die Telcel, weet je wel? Dat ze dingen gaan verkopen, weet je wel? Vanuit je app trainer. Train nu je apps. Weet je wel? Dan zie je zo'n fucking grote bodybuilder, weet je wel? Met zulke armen. Alsof jij van dat app-apparaat zulke armen gaat krijgen. Wat de fuck komt dat vandaan? Dat is echt super, super irritant. Dat is echt misleidend gewoon. Maar buiten... Oké, ik ben echt van de subject aan het afwijken. Gedubte dingen zijn zo lelijk. Dit is gewoon irritant om, zeg maar, het praten verkeerd te zien gaan. En die stemmen zijn altijd zo... Too much? Oké, we gaan kijken met heel veel tegenzin. Zelfs een vip, een very important prinses als ik, moet af en toe de troon even afschaffen. Maar ik wil natuurlijk niemand op een verstikkende damp trakteren. Stel je voor hoe gênant. Wat ik daarom doe, is de troon behandelen met VIP. Spray Royale voordat je de koninklijke derrière gaat parkeren. Derrière. VIP vormt een beschermende laag en het bedwelmende parfum van je duivelse trek blijft gevangen in de troon. En niet
niemand merkt dat je net bruine broodjes hebt gebakken. Oh. Dat is geen gender voor de familie. Ik heb ook angst dat de volgende bezoeker meegeniet van de kruidige maaltijd van gisteravond. VIP onderdrukt nare geuren zo effectief dat het een garantie biedt. Ga maar naar binnen, liefste. Wel, gender. Oh my god. Wat ik om geen enkele ben, is een grote boodschap zonder mijn VIP. Voor een heerlijk geurende troon. Wat ik altijd doe, ik spray hem eerst met VIP. Weet je, dit is een goede reclame. Oké, iedereen wil niet stinken, weet je wel, maar kom op. Weet je waar het te ver gaat? Weet je waar het echt te ver gaat? Op het moment dat mensen, nadat iemand gewoon heeft zitten schijten, want dat is basically wat er gewoon gebeurt, gaan mensen, lekker. Weet je wel? What the fuck is dat? Dat kan echt niet. Ja, ik snap, oké, dit is het hele punt van jouw product. Dit is het hele punt van jouw commercial. Maar echt, als iemand basically gewoon net letterlijk gewoon heeft zitten dampen, heeft zitten schijten, zeg maar, zijn ontlasting, zeg maar, wat zijn bruine bonen van gisteravond, zijn tortilla's en McDonald's, die zit gewoon één dikke scheidlucht. Alsof je dan in één keer, nou ja, kijk, als dat echt zo is, weet je, ik ga echt gewoon een review maken op die shit. Oké, dat is grappig. Op dat spreetje. Want als dit werkt, I wanna fucking have this, man. Oh, maat. Ik zou mijn normaal gesproken, weet je wel, ik ga niet echt bij mensen poepen. En als ik dat ding heb, sowieso, maat. Ik maak niet uit waar ik ben. Bij vrienden, werk, op school. Ik ga overal scheiden, jongen. Maakt me niet uit. Maar ja, dan moet ik wel mijn poe-spray hebben. Vond je dit nou een leuke video? Subscribe en like dan even. Ik zie jullie graag de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet de vrijdag video te checken, want het wordt weer een groepsvideo. Thanks voor de 20.000 subs. Ik wil je echt allemaal super graag bedanken. Om even een paar dingen uit de wereld te hebben. Helpen. Ik draag geen make-up. Ik draag geen lipgloss. Ik heb geen mascara. Ciao.